Frans, welkom hier op het kantoor van deelkeinheel.nl in Utrecht. Jij bent een van de directeuren van Paycheck Out. Ja, klopt. De naam zegt wel een hoop, maar vertel even wat is het? Ja, nou, Paycheck Out is een payment service provider. Wij verrichten online betalingen voor iedereen die online betalingen nodig heeft. Dat kan een webshop zijn. Dat kunnen ook andere bedrijven zijn die met een link willen laten betalen. Dus echt maar alle mogelijkheden die je hebt met online betalingen, daar is Paycheck Out voor in de markt op dit moment. En hoe lang zijn jullie actief met het product? Paycheck Out is in 2014 opgericht. Vanuit een behoefte, degene die het bedrijf opgericht heeft eerder een bedrijf gehad waarmee hij zo'n 25 payment service provider gekoppeld had aan zijn oude bedrijf. En hij kwam steeds opnieuw tot de conclusie van dat moet toch anders kunnen, dat moet toch beter kunnen. Nou, toen hij dat vorige bedrijf verkocht heeft, heeft hij in 2014 Paycheck Out opgericht. En vanaf 2015 zijn we live en in de markt. Ja, tof. En hoe zijn jullie bij het idee gekomen? Het idee van split-out payments, eigenlijk is dat wat wij doen, is heel graag ontwikkelen op vraag vanuit de markt. En op enig moment al in januari van het jaar 2016 kregen we de eerste vraag over split-out payments. Die hebben we toen niet meteen opgepikt. Maar toen we in november in één week tijd 4 aanvragen kregen van bestaande platformen, maar ook van mensen die bezig waren met een platform, van hey, hebben jullie iets op het gebied van split-out payments? Toen hadden we zoiets van, hey, wacht even, dit zou interessant kunnen zijn. Nou, een marktonderzoek gedaan, dan ga je je verdiepen in het fenomeen sharing en in het fenomeen deeleconomie, dan kom je ook redelijk snel ook op jouw site terecht. Nee, goed. Maar dan zie je dat er echt heel veel beweging en ontwikkeling is. En je wist dat wel, maar je had niet in de gaten dat het ook best wel wat implicaties heeft voor de betalingen die daarbij horen. Nou, dat hoorden we natuurlijk heel goed van de 4 platformen die zich in die periode november, december bij ons gemeld hebben. Dus daar zijn we mee aan de slag, want het is wel een hele specifieke problematiek. Ja, ja. En hoe bepaal je dan in ieder geval dat zo'n markt interessant is? Want je gaf aan van oké, in korte tijd 4 platformen die met de vraag kwamen, oftewel blijkbaar speelt het. Ja. Maar dat speelt denk ik niet dat dat ook nog een markt is waar je ook in moet gaan duiken. Nee, dat klopt. Het speelt. En B, zie je ook wel dat die hele sharing-economie, dat een groeiend model is. In Amerika is men, dat onderzoek leverde dat ook wel op, zijn er al veel meer initiatieven. En je ziet ook dat er steeds nog meer initiatieven in Nederland komen. Dus we hadden zoiets van, daar willen we als een van de eerste mee op die trein opspringen om te kijken hoe we die platformen kunnen helpen om hun betalingen beter te faciliteren. Ja, en natuurlijk wat je eigenlijk doet is ook gewoon drempels verlagen voor mensen ook die nieuwe platformen willen beginnen. Ja. Want ik heb even uw site gecheckt. Er staat geen abonnementen, maar gewoon een bepaalde fee per transactie. Ja. Dus eigenlijk kun je al vrij snel beginnen. Ja, dat was bij een maandelijkse minimum, maar ja, dat is ook niet heel erg boeiend. Nee, nou is het zo dat we dat klopt. We hebben op ons platform hebben de fees staan van de gewone betaalmethodes, de iDeals, de creditcards, de PayPals van deze wereld. Het sharing platform of het split-out payment platform, zoals we dat gaan noemen, wordt wel een iets ander model. Daar zit wel een abonnementsfee aan. Maar dan nog gaan we zorgen dat het heel laagdrempelig is en dat partijen groot en klein tegen relatief weinig kosten. Kijk, je moet het zo zien. Ik heb gesproken met een aantal van die platformen die op dit moment zelf handmatig het geld overmaken wat ze op hun platform ontvangen. Serieus. En dat kost een hoop tijd. Want daar ben je. Ik heb echt met iemand gesproken die zegt, we hebben 3000 betalingen per maand. En ik moet dat bedrag elke maand, moet ik 1 of 2 of 3, 4 dagen gaan zitten om dat over te maken. Dus A, dat is E. B, daar worden fouten gemaakt als je dat handmatig moet gaan doen. Dus het is eigenlijk het ontzorgen van het platform. Ja. En feitelijk is iedere combinatie is mogelijk. Je kunt dat uitbetalen aan 1 partij, je kunt dat aan 2 of 3 partijen uitbetalen. Je kunt die betalingen bundelen als je wilt. Je kunt het per dag doen. Dat jij bepaalt als platform de business rules. Ja. Wij faciliteren. Ja. En je bent echt gewoon puur actief op de Nederlandse markt. Heb je ook ambities om ook daarbuiten te gaan, te gaan kijken? Ja, die ambities hebben we wel. We zijn nu nog op de Nederlandse markt. Dat is voor de fase waarin we zitten, zijn daar nog voldoende mogelijkheden. Maar we hebben zeker ook ambities om buiten Nederland te gaan opereren. Dat zal eerder eind van dit jaar, begin volgend jaar worden. Ja.
Ja. En geef ook aan dat enerzijds kan natuurlijk de vraag uit de markt. Ja. Anderzijds zien jullie ook bepaalde reguleringen die ook die vraag waarschijnlijk gaan vergroten. Ja. Iets rondom PSD2. Nou, in ieder geval dat ken ik vooral rondom het openstellen van data bij banken. Zodat ook andere partijen daarmee aan de slag kunnen gaan. Wat natuurlijk heel erg spannend is. Zeker ook van wie zorgt dat het ook allemaal veilig gebeurt. Klopt. Maar er was nog iets wat uiteindelijk ook hiervoor... relevant is. Ja, klopt. Vanuit de Europese Unie wil men het betalingsverkeer binnen de Europese Unie wil men steeds meer reguleren, zodat het veel gemakkelijker is om over en weer betalingen te doen. Dat is één. Hè. Dat is met name wat jij zei, dat openstellen van de bankrekening komt daarbij te pas. Maar men wil ook een stukje veiligheid waarborgen voor de consument. Nou, daarmee krijg je ook regelgeving. Een van de regelgevingen die eraan komt, en hoe dat die per land vertaald wordt, dat weten we niet, maar dat staat in ieder geval wel aangegeven in die Payment Service Directive 2, hè, PSD 2, is dat een ieder die geld bewaart voor een derde onder toezicht komt te staan. Nou, dat is nog redelijk vaag, maar geld als een platform, de consument maakt geld over naar het platform, dat geld blijft enige tijd op dat platform staan voordat het wordt overgemaakt aan de verhuurder of aan een winkelier. Nou, dat betekent dus dat er geld bewaard wordt. Nou, daar kom je mee onder toezicht te staan. Eigenlijk hoor je dat nu al op een hele nette manier te doen door een stichting derde gelden op te richten. Nou, dat zijn allemaal regels die gaan veranderen. En hoe dat toezicht eruit gaat doen, of dat de AFM gaat doen, of de Nederlandse Bank gaat doen, dat weten we nog niet. Mm-hmm. Maar dat er wat gaat veranderen en dat er toezicht gaat komen, dat is zeker. Ja. Daar proberen wij ook op in te spelen natuurlijk, door te zeggen tegen de platform, wij regelen dat zodanig, als je dat bij ons neerlegt, heb jij dat toezicht niet meer nodig. Ja, interessant. En dus eigenlijk volledig ontzorgen. Ja, en dat is ook iets wat er op meer lange, in ieder geval, hè, volgend jaar aan gaat komen. Of, ja. Of in ieder geval eind volgend jaar waarschijnlijk. Ja. Wat zijn in ieder geval de stappen die je in ieder geval nu gaat doen? In ieder geval, je bent in ieder geval nu ook hier in Utrecht. Dus waarschijnlijk is je ook veel op de weg. Wat zijn de stappen op korte termijn die we kunnen verwachten van Paycheck Out? Ja, we willen ons natuurlijk op de eerste plaats bekendmaken bij de platformen. We bezoeken veel platformen. We krijgen ook veel. We hebben ook wat persberichten rondgezonden. Dat zullen we ook de komende weken nog doen. We krijgen ook aanvragen van platformen. We zijn op dit moment dus echt bezig met een aantal mooie cases uit te bouwen. Die zullen we ook gaan publiceren in samenwerking met die platformen, zodanig dat partijen die een platform hebben ons weten te vinden. En ja, waar wij ons onderscheiden in de markt, vind ik, is dat wij heel goed luisteren naar klanten. Dus op het moment dat er straks nieuwe ontwikkelingen zijn binnen die sharing-economie die we nog niet kunnen voorzien, zo hebben we eigenlijk wat we nu gebouwd hebben, is echt gebouwd op basis van het interviewen van die vier aanvragen. Goed naar ze geluisterd. Oké, heel veel mogelijkheden. De ene wilde dit en de andere wilde dat. Oké, dat hebben we nu allemaal ingebouwd. En zo blijven wij luisteren naar de markt. En zo zullen we ons product ook blijven doorontwikkelen. Ja, ja. Hoe ga je het ook vasthouden, dat luisteren als je groeit? Hè? Want natuurlijk, hè, de grote providers, die kunnen wat minder maatwerk leveren, omdat ze ook gewoon heel erg groot zijn. Dus hoe ga je er zelf voor zorgen dat als je straks in 10 landen zit over 3 jaar, even de lat ergens neerleggen natuurlijk. Mooie ambitie in ieder geval. Dat je dan alsnog in ieder geval dat luisterende oor blijft bieden. Ja, we hebben daar natuurlijk nog geen concrete stappen voor gezet, maar ik bedenk dan zoiets, kijk, een reguliere transactie die loopt, nou, dan zorg je dat dat stukje goed geregeld wordt. Dan split je je bedrijf af en dan zeg je, nou, dit is de reguliere transactie die loopt en dit is de voorkant van ons bedrijf. Dat bedrijf dat blijft luisteren en wat een stukje technische ontwikkeling kunnen doen. Daar zie ik wel mogelijkheden in. Hè. Dat zie je ook wel bij andere bedrijven. Die zeggen van, nou, een stukje R&D of een stukje development stoppen we dan in een ander bedrijf, zodat we dat zeker waarborgen. Ja, ja, of ze gewoon zorgen dat je processen op orde zijn. Ja. Zodat je ook tijd en focus kunt leggen op de dingen die echt belangrijk zijn. Ja, zeker. In ieder geval echt, die ook echt in ieder geval de maatwerk opleveren. Nou ja, een van de dingen die standaard al in onze software zitten, wij geven heel veel inzicht in een transactie. Dus als een klant ons belt van, goh, er is iets fout gegaan met een transactie, dan leggen wij dat één keer uit aan de klant van, goh, als je daar en daarop klikt, dan zie jij wat er fout is gegaan. Een tweede keer hoeft hij niet meer naar ons te bellen. Ja. Wij leren hem dat en wat wij niet zien, ziet hij niet, wat, met andere woorden, wat wij zien, ziet hij ook. Wij zien niet meer of minder. En als we onze klanten zo opvoeden, dan is het voor die klant makkelijker, want die hoeft niet telkens opnieuw contact. En dat betekent dat wij tijd overhouden om te kunnen blijven ontwikkelen. Ja,
En we krijgen nauwelijks support aanvragen, omdat het allemaal goed loopt. Ja, nou, dat is een mooi compliment, toch? Ja, absoluut. En de laatste vraag, de data. Even, want ik kan me voorstellen dat er uiteindelijk meerdere platformen binnen één bepaald segment klant van jullie zijn. Dat er wezenlijk in ieder geval 5 autodeelplatformen klant zijn. Hoe ga je daarmee om? Nou, wij garanderen dat de data bij Paycheck Out blijft. Wij gaan ook geen data van het ene bedrijf overzetten naar het andere bedrijf. Dat kan niet. Dat moet je als payment service bedrijf, moet je daar heel streed in zijn. Ja. Ik herinner me nog de discussie die ooit is ontstaan toen een bank in Nederland riep, wij gaan data beschikbaar stellen. Ik denk dat een bank dat niet kan en ik denk dat een payment service provider dat ook niet kan. Ja, nou, ik denk dat ze het wel doen, maar uiteindelijk ik denk dat dat vooral een communicatie dingetje was wat toen misgegaan. Ja, wat, precies. Wat iedere bank droomt natuurlijk wel van. En je kunt natuurlijk wel zorgen dat een bedrijf die data heeft, zijn eigen data krijgt. Dat is natuurlijk, dat spreekt voor zich. Ja, dus kun je eigenlijk ook tools gaan bouwen die bedrijven helpen om beter inzicht te krijgen in de data, om daarmee ook hun performance te verhogen. Zeker. Ja. En dat is ook de fase waarin we zeker gaan zitten, als we met die platform samen. Wat hebben jullie nou voor data nodig om uiteindelijk jullie prestatie te verbeteren? Ja. Nou, dan kijken we of we die data hebben en die kunnen we dan per platform uiteraard beschikbaar stellen. Dat is geen probleem. Ja, oké. Okay. Ja. Interessant. Ja, hey, dankjewel. Graag gedaan. Trouwens, voor mensen die dachten van, goh, wat loopt die continu op zo'n iPhone te kijken? Ik ben nu live aan het schakelen en interviewen tegelijk. Dus mannen kunnen toch een beetje multitasken, even wennen dus. Dus maar dank voor je tijd, dank voor je komst en laten we elkaar in de gaten houden. Laten we zeker doen.